wij gaan binnenkort onze agenda presenteren. En daar presenteren wij ook een Doe Mee-app bij. Dat burgers kunnen reageren op onze agenda. En dat we die agenda nog voor de verkiezingen bijsturen. Want wij vinden dat volksvertegenwoordigers het volk moeten vertegenwoordigen. En dat het niet politici moeten zijn die maar doen waar ze zin in hebben. Dus dat is het eerste doel van Code Oranje. Het tweede doel is politiek maken vanuit de basis. En bij ons betreft ligt die basis bij lokale partijen. Die weten heel erg goed wat er speelt en wat er leeft in wijken en in woongebieden. En met die samenwerking willen wij een lokale vuist in de Tweede Kamer maken. En tenslotte hebben we wel een agenda. Die presenteren we komende week. En die bestaat uit 11 speerpunten, onze basis 11. Waar we ons dan de komende tijd druk over gaan maken. Ja, en u zei dus Doe Mee apps. Dus dat is misschien wel het meest directe vorm van democratie dan. Van gaat dan gewoon de meerderheid die iets liked, dan blijft het wel in het programma staan en anders niet. Dus stel, jullie stellen wat voor en mensen vinden dat niet oké, dan gaat het gewoon uit het programma. En dus een Doe Mee app, een middel om consultatie te doen. De Kamerleden moeten ook gewoon hun werk doen. Zullen niet bij ieder voorstel doen, maar grotere voorstellen. Die zullen we voorleggen aan de kiezer. En er zijn een aantal tools bij. Hè. We stellen voor bijvoorbeeld de burgerjury in te voeren op ministeries. Nou, dan zou je zomaar kunnen denken het ministerie van Onderwijs. Dat studenten een stoel krijgen, dat hoogleraren een stoel krijgen en dat die voordat de besluiten genomen worden, dat die een advies geven. En dat die ook kunnen sturen als een wet is ingevoerd na een jaar van joh, hoe gaat die wet nou? Nou, dan gaan we de burgerjury daarbij betrekken. En er is op lokaal gebied ervaring mee. Bijvoorbeeld in Rotterdam, daar wordt al met een burgerjury gewerkt. Nou, en daar hebben burgers meer inspraak en dus ook meer sturingsmiddelen op het beleid waar zij dagelijks mee te maken hebben. Want wat zijn nou, want dit is best wel redelijk radicaal. Het is heel anders dan hoe we nu functioneren. Wat zijn de redenen of de problemen die Code Oranje ziet, waarom we dus naar die ombudspolitiek toe moeten? Wat zijn dingen die er helemaal misgaan in de Tweede Kamer? Nou ja, corona is een goed voorbeeld. Ik denk dat je, als je daar in transparantie burgers bij betrekt, ondernemers bij betrekt, die vaak hele goede voorstellen hebben. Hè. Wij hebben een horeca-ambassadeur, Galit Oubaha, en die zegt, wij horeca-ondernemers zouden kunnen testen. Wij kunnen teststraten inrichten. En dan kunnen we veilig, coronaproof, de horeca opengooien. Ja, waarom doet het kabinet eenzijdig? Kijken ze ook altijd eerst even naar wat Duitsland doen voordat ze dan zelf na gaan denken. Wij zeggen, geef het vertrouwen veel meer in handen van burgers en ondernemers. En betrekt die erbij. Betrekt die erbij wat ze willen. Want je zit, voor mijn beleving, in de Tweede Kamer om het volk te vertegenwoordigen. Ja, en dat is natuurlijk, ik bedoel, het lijkt voor mij heel erg, Code Oranje wil gewoon meer directe democratie. Maar dan vraag ik me af als ik hier naar luister van, waarom hebben we dan überhaupt nog politieke partijen? Moeten we niet gewoon de politieke partijen afschaffen en een gewoon alleen maar burgerjuries? Waarom? Nee, het werk moet natuurlijk wel in de politieke middelen gedaan worden. Er moet straks geformeerd worden. We hebben een poldermodel waar we meerderheden moeten hebben in de Kamer. Dus een Kamerlid bij Code Oranje is gewoon keihard aan het werk. Alleen heeft ze oren en ogen wel open. En dat is wat Code Oranje voorstaat. Niet 4 jaar gekozen zijn. En je zal straks zien, het gebeurt bijna altijd, we stemmen massaal op een programma. En dat programma gaat de eerste dag na de verkiezingen in een la, komt een berg stof op en dat raken we nooit meer aan. En dan gaat er geformeerd worden. Ja, en dan voelt niemand zich meer herkend. Want de VVD die gaat met de PvdA in bed of met een andere partij. Ja, en dan is het verkiezingsprogramma waar je op gestemd hebt, is helemaal niet meer herkenbaar. Wij zeggen, nou, ga nou veel meer transparant formeren. Leg die keuze ook aan de burger voor. Maak geen coalitieakkoord dichtgetimmerd. Hè, dat Kamerleden op hun handen moeten gaan zitten omdat ze van hun fractie niet meer mogen stemmen. Dus zorg dat je een hoofdlijnenakkoord hebt. En dat je verder het debat terugbrengt in de Tweede Kamer. Ook een debat waar je de ander wel eens gelijk zou kunnen hebben. Dat missen we ook nog wel in de Tweede Kamer. Het is een wedstrijdje verplassen. Wilders vindt dit, Klaver vindt dat, komen nooit tot elkaar. Ja, is daar de burger bij geholpen? Dus wij zouden ook heel graag het debat terug willen voeren. En een debat is naar elkaar luisteren. En er hoort ook bij dat de ander wel eens een beter idee kan hebben dan jij. En dat je daarin ook elkaar tegemoet treedt om uiteindelijk de beste oplossing voor Nederland te vinden. Ja, maar dat is ook wel lastig. Want als je dus heel veel macht legt bij individuele Kamerleden van, oh, je mag het ook met andere partijen eens zijn. Je kan gewoon luisteren wat er in de Kamer gebeurt. Dat is toch ook eigenlijk niet heel democratisch. Want
Want dan stem ik op iemand en dan kan die persoon ook gewoon denken van... ja, ik ben het eigenlijk wel met Wilders eens als ik op Klaver stem. Misschien wil ik dat dan wel helemaal niet. Nee, maar als je daar wij zeggen, als je daar aan de voorkant transparant over bent... en je werkt met een agenda... kijk, je weet bij ons ongeveer ook de koers... waar wij ons hard voor gaan maken met die basis 11. Maar wij vinden wel dat de burger daar gewoon het laatste woord over moet hebben. En we hebben in Nederland geen ene partij die het hele programma door kan voeren. Dus je hebt altijd debat. Kijk, als je van tevoren zegt, ja, je weet je standpunt toch al... hoef je net zo goed het debat niet meer te doen. Een debat is ooit ontstaan in de oude tijd van de Grieken om elkaar te overtuigen. Nou, breng dat nou weer eens een beetje terug. En ga nou ook die burger erbij betrekken en zorgen dat je het voor die burger doet. En die burger wil allemaal gewoon een goed leven, een goed leefklimaat, goede scholing voor de kinderen, goede oude dag voor de ouderen. En we zijn allemaal verstandige mensen. En dat we wat vaker wat nader tot elkaar komen in plaats van dat we elkaar de hersens inslaan in de Tweede Kamer. Zou je de burger kunnen definiëren? Mogen alle burgers meedoen aan zo'n burgerplatform? Ja, wij stellen ook voor bijvoorbeeld... maak nou eens voor een onderdeel van een begroting. Ook daar wordt lokaal al volop mee geëxperimenteerd. Maak eens een burgerbegroting. Wat vinden burgers belangrijk? En er komen heel veel mooie voorstellen uit de burgerij. Mm-hmm. En dat kunnen dus voorstellen zijn van studenten... als het gaat om een stukje besteding van het onderwijsbudget. Laat de studenten met mooie plannen komen. En als het een heel goed plan is... en we hebben het er met z'n allen over gehad... dan gaan we het gewoon doen. En dan moet je niet met de hele begroting doen... maar een deel van de begroting, een x-aantal, een klein percentage... laat dat invullen door de burgers. En dan ga je ook veel meer betrokkenheid krijgen bij de politiek. Dat vind ik wel heel interessant, want u zegt... laten we dat met een deel van de begroting doen, maar met een deel niet. Dus ik stel net al de vraag van... een beetje flauwe vraag misschien, maar moeten we politieke partijen dan niet gewoon afschaffen? Waar ziet Code Oranje dan nog wel het nut van de politieke partijen? Nou, de gelden die worden natuurlijk ter beschikking gesteld voor het betalen van leraren en voor het stichten van scholen voor onderwijspakketten. Ik bedoel, daar moet je allemaal niet aan gaan tornen. En daar zou je dus de keuze van een politieke partij, wil je meer geld of minder geld naar onderwijs, dat is een politieke keuze. Maar vervolgens is de keuze aan de burgers om met een deel, buiten je stemmen, je beslist altijd mee eens in die 4 jaar. Maar tussen die 4 jaar door, om eens te zeggen... nou, dit jaar van de begroting, dit deel, kom maar op studenten. Wat vinden jullie belangrijk? Dan ga je veel meer studenten bij het politiek betrekken, denk ik... dan dat je van top-down naar beneden politiek bedrijft. Maar ik snap het toch nog niet eigenlijk helemaal waar nou de burgers inspraak hebben en in hoeverre het nog de partij is. Verschillende soorten dus. Als je dus meer tools gebruikt en daarmee durft te experimenteren... en daar zijn we dus vernieuwend in... dus niet met dichtgetimmerde verkiezingsprogramma's... en je geeft dus meer handen en voeten met een burgerbegroting... met een burgerjury, met een burgertop over een groot onderwerp. En daar kan je dus een top over organiseren. Bijvoorbeeld moet Schiphol groeien. Nou, dan zou je dus met de belangenbehartigers van Schiphol... maar ook met bewoners samen kunnen gaan zitten... en eens gaan kijken, hoe gaan jullie nou eerst eens praten? En dan gaan we als politiek een beslissing nemen. En dat kan je bijvoorbeeld met de boeren ook doen. De boeren zegt nu een partij doodleuk in een verkiezingsprogramma... ja, alle boeren moeten weg. Nou, daar vinden die boeren misschien wel wat van. En daar vindt de regio misschien wat van. Zeker. Zullen we daar eens misschien een top organiseren met bewoners... met mensen die belang hebben in de woningbouw? Want daar zit de spanning. Hè? We moeten meer huizen bouwen omdat de bevolking groeit. Vinden we misschien ook wat van met z'n allen. Daar moet je veel meer de burger bij betrekken... en het gesprek met burgers aangaan. En ik laat in Den Haag zien met mijn partij... dat aanslaat. Want ik ben al enige tijd in Den Haag veruit de grootste partij. Even met lokaal. Die boeren inderdaad. Want de boeren inderdaad. Ik kan me voorstellen dat een groot gedeelte achter de boerenprotesten ook staat. Van mensen die in de landbouw werken. Maar uiteindelijk is maar 40% van de Nederlanders op dit moment het echt eens. En staat volledig achter de boeren. Dus ja. Een meerderheid niet. We moeten toch naar een meerderheid luisteren uiteindelijk. Ja, maar ik weet niet of een meerderheid voor het afkalven van de veestapel is. Kijk, ergens ligt het in het midden. Als je in gesprek gaat met die boeren, willen die boeren ook schoner. En dan kan je kijken, hoe kunnen we uitstoot terugdringen door die boeren misschien daar ook een stem in te geven? Natuurlijk, dat vinden de boeren zelf ook. Maar dat ga je niet voor elkaar krijgen door te zeggen... nou, beste boerenbedrijf, u bent al een familiebedrijf sinds decennia lang. U gaat het licht uit doen. Ja, dan ga je bij die mensen wel kwaad bloed zetten. Want die mensen hebben gewoon hun boterham die ze verdienen. Ja. En die wordt dan gewoon uit de mond genomen. Ja, en dat is een manier van politiek bedrijven... die klaarblijkelijk nu niet goed gaat. Want klaarblijkelijk doet de gevestigde politiek het niet goed. Ik kom uit Den Haag. Nou, dat Malieveld ligt niet zo best bij. Want dan staan de studenten erop. En dan staat de zorg erop. En dan staan de boeren erop. En dan staat de bouw erop. Dus dat zijn allemaal mensen die zich niet gehoord voelen. Wij zeggen, ga nou aan de voorkant voordat je een regel maakt. Ga nou met de sectoren praten. Van dit is het budget. Dit deel moeten we vast doen, want het zijn vaste lasten. En dit deel kunnen we inzetten
na overleg met u. Dan is toch iets veel meer gedragen. En dat is wat ik met Code Oranje voorsta. Om tot plannen te komen. En je gaat nooit de absolute meerderheid krijgen. Ben ik helemaal met je eens. Je gaat altijd mensen krijgen die teleurgesteld zijn bij een maatregel. Maar als je het overleg goed gedaan hebt. Dan heb je altijd meer mensen mee dan dat je geen overleg gehad hebt. Ja. En dat is wat wij voorstaan. Veel meer met burgers samen het doen. Dus ofwel samenwerken. Door apps, ofwel door Apps, door burgertoppen, of, ja. Door burgerbegrotingen, burgerjuries bij ministeries is ons voordeel. Geef nou ieder ministerie een burgerjury. En, zet daar een groepering in die te maken hebben met dat ministerie. Mm-hmm. Het uiteindelijke doel is inderdaad veel samenwerken. Wat Carly ook zei, veel burgerinitiatieven. Ja. Het uiteindelijke doel is transparantie. Ja. Voor zorgen dat de democratie in Nederland volledig transparant is. Ja. Dan vragen we ons toch af, want jijzelf bent natuurlijk verwikkeld in een corruptieschandaal. Zeker. OM beschuldigt je ervan dat je daar verwikkeld bent geraakt. Ben je wel een geschikte man om Code Oranje te leiden? Zeker. Waarom? Nou, omdat ik vind dat mij iets is overkomen wat niet had gemoeten. Daar heb ik een prachtig mooi boek over geschreven. Dus als ik dat hier nog even kan verkopen, is dat alleen maar mooi. Het boek van de mos.nl. En daar staat in dat ik als wethouder economie, ja, misschien heel gek. Maar dat ik bedrijven belde om te verleiden om naar Den Haag te komen. En dat ik die economie aan het aanjagen was. Nou, daar vindt het OM wat van. Daar vond de gevestigde orde wat van. Waar ik ineens niet zomaar bedrijf, toch? Het waren sponsoren van u. Er waren ook donateurs tussen. Maar het gaat altijd om het generiek. Belang. En als we donaties gaan afschaffen in Nederland, ja, heb je even. Want iedere partij krijgt donaties. Maar dat was bij een lokale partij heel vreemd. Hè? Ik heb er in mijn boek over geschreven. Wij hebben een ton opgehaald in Den Haag. Nou, je zegt iedereen een ton. PvdA haalt 10 miljoen euro per jaar op. Mm-hmm. Hoe komen die aan de geld? Stukje van de leden, maar ook een stukje donateurs. Ja. Kennen we al die donateurs? Nee. Dus het is vrij eenzijdig. Maar goed, dat zal ik er vandaag niet verder over ingaan. Dat moet iedereen maar lezen. Ik heb er een boek over geschreven. De kiezer mag er wat van vinden. Zeggen ze, die de mos is vernieuwend met zijn ombudspolitiek. Dan moeten ze Code Oranje stemmen. Mm-hmm. En willen bij de oude meuk blijven, moet je vooral op de gevestigde orde stemmen. Mm-hmm. Maar is er dan niet iemand die zeg maar niet in een corruptieschandaal is verwikkeld, die dan de vernieuwing beter kan vertegenwoordigen? Want het is toch ook zonde dat mensen denken, nou, ik vind het wel een goed idee, maar ik vind dat ook wel een beetje tricky om dan iemand te stemmen. Dat is een hele goede vraag. Maar hoe het gegaan is, ik ben partijleider van de grootste partij in Den Haag, Hart van Den Haag, is een lokale partij. En ik ben gevraagd. Dus Code Oranje is naar mij toegekomen ten tijde van dat corruptieonderzoek. En toen heeft Bert Blazen, de oprichter van Code Oranje, burgemeester Heerlijke Waard, die heeft gezegd, jouw manier van politiek bedrijven, dat is zo verfrissend, dat is heel open-mind, totaal anders, ik wil jou hebben. Nou, toen zei ik eerst van, joh, weet je waar ik van verdacht word? Hij zei, nee, desalniettemin. Toen leerde ik mijn advocaat kennen, meester Plasman, niet de eerste, de beste. Die heeft mijn hele dossier gelezen. Hij zei, joh, wat heb jij op een frisse manier politiek gevoerd? Zet mij maar op nummer 2. Nou, dat gaat hij niet doen als hij een cliënt heeft die zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Want daar is zijn naam veel te groot voor als beste strafpleiter van Nederland. Ja. Ja, dat kunnen mensen natuurlijk een oordeel zelf vellen. Het oordeel is aan de kiezer. En natuurlijk over mijn zaak aan de rechter. Nou, daar ga ik fluitend doorheen fietsen. Maar ik zal nu voor de verkiezingen, want die zaak duurt veel te lang. Lees het boek, check ons programma en stem Code Oranje. Wat hebben studenten nou te winnen bij Code Oranje? Waarom zou je zeggen? Nou ja, ik denk dat studenten zich om een aantal zaken druk maken. Dat is de basisbeurs. Gelukkig merken we vandaag ook met de stemwijzer dat heel goed gaat. Want wij willen de basisbeurs terug. Wij vinden het heel erg belangrijk dat studenten woonruimte krijgen. En dat ze ook bijvoorbeeld niet een BKR-registratie krijgen bij een studieschuld. Dus dat ze na hun studie ook in aanmerking kunnen komen voor een koophuis. En als daar ook nog met een hypotheekverstrekking rekening wordt gehouden met het zijn van student, denk ik dat ik een aantal dingen goed kan doen. Wat nu heel actueel is voor studenten is natuurlijk corona. Ja, en een jaartje om niet te studeren omdat die hele studie in het water valt. En kijk daar ben ik het gewoon eens met D66 en GroenLinks. Die hebben gezegd van hey, dat jaar moeten we respijt geven. Nou, daar ben ik ook helemaal voor. Alleen de studenten die studievertraging hebben opgelopen? Of vind je ook dat eigenlijk alle studenten die nu behoorlijk slecht onderwijs hebben gekregen? Ja, ik vind in principe zal dat volledig moeten worden gecompenseerd. De studenten zijn al slachtoffer, net als iedereen van corona. Maar studenten missen nogal wat. Je mist natuurlijk gewoon ook je leuke tijd. Ja. Het samen zijn, het in de studentenvereniging zitten. Ja, en ook nog eens een keer een studie. Ik heb zelf thuis een puber van 14. Ja, dat onderwijs is niet om over naar huis te schrijven. En doet iedereen zijn best. Maar je merkt gewoon dat het stagneert, de ontwikkeling. Dus dan is het eigenlijk wel vrij gewoon. Als je daar ook fors voor hebt moeten betalen met een studietoelage. Ja, dat je daar wordt gecompenseerd. Ja.
Ja, nog ook even, veel van onze volgers vroegen zich af, ja, Code Oranje, weer zo'n partij op rechts. Ja, dan gaan ze al mis. Ja, in hoeverre zou ik nou op Code Oranje moeten stemmen in plaats van op FVD of PVV, ja. Ook partijen die zeggen, ja, we houden ons bezig met democratie, zitten, ja, ook op rechts. Zeker. Waar staat Code Oranje dan? Nou, Forum heeft heel goed het vernieuwen van de democratie, maar vervolgens doen ze daar niet zo heel veel aan. Wij komen dus met die Doe Mee-app met onze agenda. Ja, en wij, ik vind het links-rechts denken, dat vind ik echt een denkbeeld uit de vorige eeuw. Daar wil ik helemaal vanaf. Ik wil gewoon oplossingen voor problemen. En we hebben talrijke problemen in Nederland. Maar ik ben niet te vangen van hij is conservatief of hij is sociaaldemocraat. Dat vind ik echt labels uit de geschiedenisboeken. Dus die wil ik loslaten. Waarom denk ze dat? Dus ook een nieuwe term daarvoor. Ik zeg, ik ben een ombudspoliticus. Ik ben een volksvertegenwoordiger. En maar ik waarom wil is het dan toch zo dat zoveel mensen je toch rechts noemen? Nou, en misschien ook als PVV-verleden heb. Ik heb natuurlijk een Kamerverleden bij de Partij voor de Vrijheid. Daar heb ik veel voor geleerd. Ook helemaal nergens geen spijt van. Maar ik heb mezelf daarna wel door ontwikkeld. Dus en ik heb in Den Haag laten zien dat ik een partij heb met een zeer divers pluimage, met mensen uit allerlei verschillende achtergronden. Jong, oud, autochtoon, allochtoon, zit alles door elkaar. En ik wil het gewoon voor alle Nederlanders doen. En ik wil kijken naar de problemen. En die zijn in Nederland talrijk. We hebben straks een coronacrisis die we moeten oplossen. We moeten een tijdperk na corona moeten we met oplossingen komen. En dan ga ik toch niet zitten, jij bakken, jij bent conservatief en jij bent sociaaldemocraat. Ik stem niet met jou mee omdat ik in een andere denkhoek zit. Mm-hmm. Vind ik heel gek. Dus als er straks een regering gevormd moet worden, dan van bij 1 tot D66 alles iedereen... Voor Nederland doen wij met iedereen zaken. Je zal heel gek zijn als je de politiek ingaat en dat je mensen uitsluit. Ik vind het heel kwalijk dat partijen dat doen. D66 sluit partijen uit. En dan doen ze precies datgene wat ze de ander kwalijk nemen. Ja. Dus ik vind, uiteindelijk moet je formeren. En we zijn een democratisch land. De kiezer is eerst aan het woord. Nou goed, het zal heel erg arrogant zijn om te zeggen dat wij een hele belangrijke rol gaan spelen bij de formatie. We zijn blij als we met een aantal zetels de Kamer inkomen. Hoeveel? Dat we dan willen groeien. Wij mikken op een goede dag 3-4 zetels. Okay. Een slechte dag? En een slechte dag niks. Ja, zo realistisch ben je ook. Ja. Maar... als Nederlanders toe zijn aan vernieuwende politiek, waar zij een veel grotere stem krijgen, ja, dan moeten ze Code Oranje stemmen. En ook een beetje vernieuwend in de zin van af van die oude labels. Want daar help je elkaar niet verder mee. Je blijft in de loopgraven en je lost de problemen niet op. Ja. En nog even allerlaatste misschien van de mensen die denken, poeh, ik zit al de hele dag Zoomles, online, van alles. Moet ik nu ook nog eens de baan van politici overnemen? Moet ik naar burgertoppen? Moet ik van... Hebben mensen daar zin in? Ja, daar hebben mensen zin in. Want wij merken in Den Haag, als je het doet... En dat je inspraakavonden houdt, dat het vol zit. En als je mensen hebben er geen zin meer in, omdat er nu vaak participatie is, een heel mooi woord, en vervolgens doet de politiek waar het toch zelf zin in heeft. Ja, dan haken mensen af. Maar als mensen zien van, hey, ik heb een stem gehad en die stem heeft geresulteerd in een resultaat, dan raken mensen opzeker betrokken. En dat laten lokale partijen in heel veel delen van het land al zien. Wat is het beste voorbeeld daarvan misschien, om mee af te sluiten? Nou, het beste voorbeeld in Rotterdam heb ik net genoemd. Dat is die burgerjury die in Rotterdam een groot succes is gebleken. Nou, hartstikke mooi. Hartstikke bedankt, ja. Meneer De Mos. Heel graag gedaan. We hebben natuurlijk een heleboel andere verkiezingsprogramma's doorgelezen. En uiteindelijk hebben we ook een heleboel andere video's nog gemaakt van bijna alle partijen. Dus we raden iedereen aan om ook al die andere partijen te bekijken. Zodat je op 17 maart een goede keuze kunt maken. Als ze daar maar bij ons uitkomen. Ja, uiteindelijk. Natuurlijk. Hartstikke bedankt. Heel graag gedaan. Mooi.